Leuk dat je weer kijkt, een warm welkom en vandaag ga ik je vertellen of het nut heeft om je benen te trainen zodat je bovenlichaam sneller groeit. Ik zal deze video zo makkelijk mogelijk proberen te houden. Het is redelijk bekend, maar mannen hebben meer testosteron dan vrouwen en dat is zeker één van de redenen waarom mannen meer spiermassa hebben dan vrouwen en dat ook makkelijker opbouwen, mits ze natuurlijk goed trainen, eten, slapen, etc. Dus dat wil zeggen, des te meer testosteron je in je lichaam hebt, des te meer je kan groeien. Dus we willen zorgen dat dat zoveel mogelijk aanwezig is. Nu heb ik een klein onderzoekje gedaan. Als je gaat trainen, dan wordt de hypofyse geactiveerd. Die stuurt een aantal hormonen door het lichaam heen. Twee daarvan, dat zijn het groeihormoon en gonadotrofin. En het groeihormoon doet precies wat je verwacht. Dat zorgt ervoor dat je kan groeien. Heel simpel en basis uitgelegd. Gonadotrofin, dat wordt naar het kokkerspel van de man gebracht. En daar wordt het hormoon testosteron aangemaakt doordat gonadotrofin aanwezig is. Dus wanneer we de hypofyse op volle toeren kunnen laten draaien, stuurt hij meer hormonen door het lichaam, wordt er meer testosteron aangemaakt. Dus hoe zorgen we ervoor dat deze vol gas gaat draaien? Om dat te onderzoeken schoot mij de eerste vraag te binnen. Dat is, heeft het dus nut om de grootste spiergroepen in je lichaam te trainen? En maken de grootste spiergroepen dus dan ook meer hormonen aan dan de kleinere spiergroepen? De grootste spiergroepen in je lichaam zijn overduidelijk de benen. In een onderzoek wat in 2005 is gepubliceerd, ik zal de link onder de video zetten in de videobeschrijving. Daar staat in dat de twee belangrijkste hormonen, een groeihormoon en testosteron, 15 tot 30 minuten na de training veel meer aanwezig zijn. Dus als deze aanwezig zijn, groeien we aanzienlijk meer. De voorwaarde daarvoor was wel dat de training veel volume moest bevatten en een normale, slechts hoge intensiteit getraind moest worden. Wanneer we het over veel volume hebben, dan hebben we het ergens over de 3 tot 6 setjes. En normaal, wanneer we het over normale en hoge intensiteit hebben, hebben we het ergens tussen de 6 en 12 herhalingen. Oftewel een typische standaard bodybuilding slash fitness training. Wat er nog meer in het onderzoek stond was dat dit wel geldt. Zolang je grote en des te groter de spiergroep is en meer hormonen worden aangemaakt. Dat punt, dat klopt dus. Oké, wat we tot dusver weten. Des te grotere spiergroepen we gebruiken, des te meer spiergroepen we gebruiken. Dan wordt de hypofyse, het orgaantje ergens achter je ogen, dat wordt meer geactiveerd. Wanneer dit meer wordt geactiveerd, kunnen we ook meer hormonen aanmaken, meer testosteron. Moeten we dus benen trainen? Ja, absoluut! En niet alleen omdat je dan snelle progressie boekt of harder traint of weet ik veel wat. Maar stel je eens voor dat je je benen niet zou trainen, dan zie je er zo uit. Stel je eens voor dat je je benen wel zou trainen, dan zie je er zo uit. Nu is er nog een laatste puntje, iets wat door mijn gedachten schiet is. Iedereen weet dat een spier niet binnen een uur herstelt. Die heeft, afhankelijk van hoe je traint en hoe gevorderd je bent, 48 uur tot soms wel een hele week nodig om te herstellen. Laten we voor het gemak even 48 tot 72 uur nemen. Stel je voor, ik train vandaag mijn biceps. En die heeft 72 uur nodig om te herstellen. Dus ik train vandaag mijn biceps. En morgen ga ik beginnen met benen trainen. Doordat ik mijn benen train, zal er dus meer testosteron, meer groeihormoon vrijkomen. En daardoor zal mijn bicep dus ook beter en sneller herstellen. En nu blijft er nog één laatste vraag over. Ik kon het niet vinden, ik kon het onderzoekje niet vinden. Maar misschien heb jij het wel eens gelezen of wil je gewoon je mening kwijt. Laat dan alsjeblieft een reactie achter onder deze video, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Het verhaal mag duidelijk zijn, we maken meer testosteron aan, meer groeihormoon. Alleen, hoeveel? Hoeveel meer maken we aan? Hoe groot is het effect? Wat is jouw mening hierover? Bedankt en tot volgende week!